GVVV sinds de vorige week de nederlaag bij ASWA nog vaster op de laatste plaats. Een wonder is nodig om degradatie voor de Veenendaalers te voorkomen. En TSC tankt de vertrouwen met een gelijkspel tegen Katwijk. Maar GVVV is de eerste ploeg die dreigend is via Byron Burgering. Bal over de achterlijn via doelman Zwaneveld. Beide ploegen met veel winterse versterkingen. 3 in de basis bij TSC, 2 bij GVVV, onder wie deze Byron Burgering. Het omhaal is van Joshua Patrick. Daar moet je, zeggen ze dan altijd, wat geluk mee hebben. Dat heeft Patrick hier niet. Opnieuw GVVV. Eli Driessen, de andere winterse aanwinst. Patrick en de kopbal. Dit keer van Ashraf Naimi. Burgering weer. Probeert het maar eens en Zwaneveld. Heeft moeite met die zwabberbal van de man die een jaartje in Polen speelde, Byron Burgering. Camara, sneller dan De Leeuw. Kevin Sterling. Grootste kans voor TSC in de eerste helft tot nu toe. Justin Spies is net te laat en Jan van Willigen hoeft niet in te grijpen omdat Kevin Sterling dat niet goed doet. Oostinje met Vreekamp. El Macrini, een van de winterse aanwinsten van TSC. Maar ze zijn hem wel kwijt. Eli Driessen. Eli Driessen. Ja, hij kan er ook in waaien. Dat kan het voordeel zijn van een windje. IJsden, overgekomen in de winter van ASWH. En de mogelijkheid voor Sterling. Goede redding van Jan van Willigen. Die maar weer eens laat zien waarom Johan Jansen geen eerste keeper meer is bij GVVV. Leuke open wedstrijd, maar nog altijd geen doelpunten. Misschien met Van Essen. Van Essen is niet zo ver naast hoor. Spies. Patrick, Joshua Patrick, Zwaneveld. En mag dat door? Dat mag door. Gini Vink is boos, die wil een strafschop. 100% pingel, oordeelt u zelf. Jonas Sukula geeft hem niet. De Leeuw. Kapt Vreekamp uit. Oostinje. Burgering ineens met veel vrijheid. Byron Burgering en Zwaneveld verrast in de korte hoek. GVVV op 0-1. Met links Byron Burgering. En aan het gejuich hoor je dat Veenendaal en Tiel niet ver uit elkaar liggen. Veel GVVV supporters meegereisd. Patrick laat ze niet nog een keer juichen. Wat een kans voor die geroutineerde spits van GVVV die voor GVVV nog nooit een doelpunt maakt in een officiële wedstrijd. En dat had hier best gemogen. Eli Driessen, Patrick is mee, krijgt hem mee. Het is geen buitenspel, Joshua Patrick. En wat is het, de heup van Zwaneveld? Het is in ieder geval geen doelpunt. Weer niet van Joshua Patrick. Maar nog wel altijd 1-0 voor GVVV. Vreekamp, Grotenbrecht laat hem lopen voor Van Willigen. Maar die komt niet en dan is het 1-1 door Bo van Essen. Wat een fout in de verdediging van GVVV. Wat een fout van Mats Grotenbrecht. Die bal moet weg. En Van Essen profiteert. En dan is het ineens maar 1 punt voor GVVV. En dat is veel minder dan de 3 die ze zo hard nodig hebben in de strijd tegen degradatie. Dit is buitenspel van Eli Driessen. Ja, hij stond buitenspel op het moment van het schot. Als dat schot erin gaat, is er niks aan de hand. Maar nu probeert hij er in tweede instantie in te werken. En dan profiteert hij van zijn buitenspelpositie. Naimi ziet Eli Driessen weer gaan. GVVV blijft jagen op de winnende Eli Driessen. Eli Driessen doet dit goed en doet dit net niet goed genoeg. Het net bolt. Er zijn GVVV supporters die denken dat hij zit. Maar hij zit niet. Eindstand op de lok. TSC 1. GVVV 1 en daar hebben ze in Veenendaal heel weinig aan. En de punten worden verdeeld.